Nou, er was toen voor de 50.000 exemplaren verkocht van het Rosenberg Trio. En ik hoop dat we nu even hun gezichten zien, want dit is de eerste gouden plaat voor 50.000 verkochte exemplaren van Gypsy Summer. Voor Rosenberg Trio. Stochelo vroeger ook al muzikaal? Ja, hij was heel vroeg begonnen met muziek. En uren repeteren, achter in zijn kamertje. Ja, dat weet hij natuurlijk nog wel. Ja, en zo is het dan begonnen. En dan met Stuive Zin hebben ze een paar keer gewonnen. Voel je het zelf ook? Ja. Ja, zit de vaart erin? Ja. Geen koude vingers? Nee. Nee, je hebt dikke jas aan gedaan. Ja. Stuiver heb je al omgehangen, hoe heet jij? Stochelo Rosenberg. Dat is mijn broertje. Zoals je ziet, heel jong begonnen dus ook. Dat is ook weer mijn broertje. Oh, dat is nog de oude woonwagen. Ja. Ja, die hebben we ook nog, die woonwagen. Dat is mijn grootvader dan. De mooiste tijd is voorbij, hè. In onze woonwagens rondrijden met de paarden, hè. Overal naartoe. Dat was een hele mooie leven. Van opa's woonwagen hebben ze nooit afscheid kunnen nemen. Hij staat nog in de tuin, compleet met het paardentuig. Hij staat er heel trots bij. Hij was altijd heel trots. Dit is dan een heel mooie foto, vind ik, met Stefan Grappelli. De Franse vioollegende Stefan Grappelli noemde het Rosenberg Trio ooit zijn kinderen. Hij haalde ze naar Amerika om samen in Carnegie Hall op te treden. Na dit hoogtepunt in hun carrière speelde Grappelli ook mee op een van hun cd's. Ja, dat is dus, zeg maar, die gitarist hier, dat is mijn grootvader en die violist, dat is hem zijn broer weer. En dat was net na de oorlog met de bevrijding, zeg maar. Dat moet ergens in België geweest zijn. Dus zij hebben de oorlog overleefd? Ja. Gelukkig wel.
De grote inspiratiebron van het Rosenberg Trio was Django Reinhardt. Hij was de grondlegger van de Gypsy Swing. In Frankrijk maakte Django furoren met een bijzondere mix tussen Amerikaanse jazz en zijn eigen zigeunermuziek. In 1931 richtte hij het Quintet du Hot Club de France op, met als vaste violist Stefan Grappelli. Door een brand in zijn woonwagen raakten twee vingers van Django Reinhardts linkerhand verminkt. Toch bleef hij doorspelen. Sterker nog, hij ontwikkelde een uniek geluid dat het Rosenberg Trio tot op de dag van vandaag is blijven inspireren. Ze speelden hem niet alleen na, maar leerden zo ook improviseren. Hij had een ongelooflijk improvisatievermogen. Want hij kon... Stefan Grappelli heeft mij een keer verteld dat als ze in de studio zaten en ze waren een nummer aan het opnemen, hebben ze dat opgenomen, luisterden ze daarna. Dus dan deden ze nog een take daarna. Toen was het compleet helemaal anders. Het leek wel of het een ander stuk was opeens. Dus hij kon ook ter plekke zeg maar een soort arrangement verzinnen. Ik word altijd heel blij als ik de muziek van hem hoor. Ja. Hij kan ook wel heel gevoelige dingen, heeft hij ook gespeeld natuurlijk. Maar als je de totaliteit ziet, dan is het toch echt... Het swingt, het is vrolijk, het leeft gewoon. Stochelo speelt op een bijzondere gitaar. Een Franse Selmer-gitaar uit 1940, met een naam van zijn held erop, Django Reinhardt. Die gitaar is gesigneerd ook met Django Reinhardt. En het is eigenlijk wat ze noemen een jongensdroom die uit is gekomen. Dus weet zeker dat het zijn gitaar is? Er zijn verhalen dat het zijn gitaar is, maar ik heb daar natuurlijk geen bewijzen van of filmopnames of wat op papier. Want die verhaal gaat er. Maar ja, ik ben al lang blij dat het zo'n gitaar is.